Hoi. Hoi. Natte haren gaan slapen. Moet je kijken. Wat heb je? Beetje droef. Droef? Hoe dat? Dat komt. Mijn oma, die ligt in coma. Oh. Dat rijmt. Auw, dat rijmt echt. Dat rijmt ontzettend. Dat is niet leuk. Pff, jij is even normaal, zeg. Blijf zo lang weg. Huh? Huh? Of je worstlust. Is het een busreis of zo met zo'n bejaardenbus? Geheel verzorgd. Ze wordt wel verzorgd, ja. Maar niet in een bus. Ze ligt in coma. Ja, Italië. Italië? Dat meer. Niks, geen Italië. Waar zou dan? Spanje. Ze is helemaal niet op vakantie. Ze is niet goed. Mijn oma ligt in coma. Hé, hey, wat is er nou in? Wat heeft het dan te beduiden? Hoi. Ja, hoi, postbode Simon. Hoi. Wat is hier aan de hand dan? Zij huilt, zij. Dus jij moet wat zeggen om erop te beuren. Ach, wat scheelt eraan dan? Hebben jullie woorden gehad, Samses? Heel niet. Er zijn omstandigheden. Iets met haar oma, die is... Zeg het zelf maar in. Mijn oma, die ligt in coma. Kijk. Dus. In coma ligt ze. Ach, kindje toch. Welke oma? Wat maakt dat nou uit? Oma Kippenhok. In coma. Hoe is het beurt? Nou, ze stond in strijkbouten en de ene werd ze niet lekker. Oh, je oma. In coma. Hé! Hey, maar wat wil dat feitelijk beduiden dan? In coma. Oh, dat is echt schrikkelijk erg. Als je in coma ligt, ben je in een diepe, diepe slaap verzonken. Oh, is dat al? Nou, dat is echt wat voor je oma, die slaapkop. Op het bankje op de dijk was ze ook al zo dikkels in slaap. Lekker in het zonnetje, poes op schoot. Het is geen gewone slaap. Nee, je bent veel verder weg. Meer zondagmorgen wat dat dan gaat. Nee, ach nee, veel dieper. Het kan soms wel jaren duren. Jarenlang slapen? Ja, net als in het sprookje. Bij assendingetje. Of nee, hoe heet ze nou ook alweer? Dat wegje. Assenpoester. Ja, nee. Die lange slaapster. Sneeuwwitje. Nee, Sneeuwwitje is die met dat stukje appeltaart in haar keel. Met die 7 dwergen. Ja, en dat er dan één is die zich in de klok heeft verstekt. Nee, nou verklut je het met de wolven en de 7 geitenbokjes. Door een roosje bedoel je? Ach ja, blikskaters, dat is het. Door een roosje zou slapen voor 100 jaar. Maar je weet toch wel hoe het sprookje afloopt? Want op zekere dag... wordt ze wakker gekust. Precies. Door de tuinman. Door een prins. Ook goed. Een prins met een heggenschaar. Ik ga erheen. Waar ga je heen? Naar oma Kippenhok. En het ziekenhuis. Ik ga mee. Irma. Dat kan niet. Oma ligt waarschijnlijk aan de intensieve keer. Met een zakje pies onder het bed. En allerhande toeterende tierenlantijnen. Laat de familie maar even onder mekaar. Ik neem wat lekkers voor de mee. Doe dat maar, meis. Een fles chipolata fla. Daar houdt ze van. Dan ben je er als eerste bij als ze wakker wordt. Hoi. Hoi. Als ze wakker wordt. Hetzelfde nog. Is het eng in het ziekenhuis? Nou, best wel raar. Dat komt
Mijn oma heeft één oog open, maar ze ziet je niet, want dat is een glazen oog. Komt ze daar dan aan? Zieke van stank. Maar hoe komt dat? Oh, dat is een keer gebeurd met hooien toen ze klein was. Met hooien, gaat jack. Ja. Maar mijn oma was al een tijdje niet goed. Dan deed ze hele rare dingen. Stond ze midden in de nacht op, ging ze naar de stal, ging ze de geit in het opkamertje zetten. In het opkamertje? Ja, midden in de nacht. Rare familie heb jij toch? Logisch dat je zo bent. Dat ik hoe ben. Zoals je bent. Ga eens even zitten, Ingrid. Wat een liefelijk weer, hè? Alle grassen staan in bloei. Het fluitenkruid staat ook alweer manshoog. En kakelverse lammetjes en veulentjes dartelen door de wei. Maar moeder natuur geeft niet alleen met gulle hand. Nee. Moeder natuur neemt ook weg wat ons dierbaar is. Je begrijpt waarschijnlijk nu wel waar ik zo allengs op aanstuur. Het gaat even over je oma, namelijk dat. Ik was net nog bij jullie thuis om de nieuwe postorderbestelcatalogus af te leveren. De nieuwe wintercatalogus alweer. Ik sjammer een mikmak met die... Ach nee. Van die bestelordercatalogus kan ik er maar beter uitskippen, denk. Ik weet nog goed hoe mijn opa ons plotseling verliet. Ik heb dagen zitten huilen. Ik had zoveel verdriet. Waarom moest het gebeuren? Het was oneerlijk en gemeen. Vond zielig voor mijn oma, want zij was nu alleen. Maar oma zei, hij houdt ons in de gaten. Zolang als ons eigen leven duurt. Want ook al heeft hij ons dan feitelijk verlaten, opa blijft altijd in de buurt. Ik weet nog goed hoe mijn opa ons plotseling verliet. Ik heb dagen zitten huilen, want ik had zoveel verdriet. Ik heb een brief naar de hemel toestuurd. Opa, blijf altijd in de buurt. Ingrid, ik gooi het hoge woord eruit. Je oma is... Ach nee. Zo kan ik dat deentje toch niet. Oma Kippenhok verruilt het tijdige voor. Want stof zijt gij en tot stof zult. Potjandori, dat de PTT er nou toch weer de boodschapper van moet zijn. Hoi. Hoi, postbode Simon. Wij vervelen ons. Dus jij moet wat verzinnen. Ik? Ja, jij. Oh, maar ik heb geen... Ga eens even zitten, Ingrid. Ze zit al hoor, ik weet niet of je het weet. Wat een lieflijk weer, hè? Best wel. Alle grassen staan in bloei. Het fluitenkruid staat ook alweer manshoog. Zo is het. Kakelverse lammetjes en veulentjes dartelen in de wei. Moeder natuur... Ja? Ik moet je wat zeggen, lieve kind. Iets met mijn oma?
Ze is zojuist ontslapen. Joost is wakker! Nou, wat heb ik je gezegd? Die oude luiwammers doet de luiken vanzelf weer open. Nee, nee. Ho, ho. Ontslapen. Dat betekent, Nee. Je oma is dood, meis. Hartstikke dood. Ontslapen? Ja, wist je dat niet? Dood betekent dat. Maar voor het mens is misschien maar het beste. Nou, ik vind het zielig voor Ingrid. Heb je je oma nog gezien? Heel gek haar had ze. Heel netjes in ene. Terwijl ze had altijd zo'n warrel. Wat? Zo'n warrel hiervoor. En ze hadden haar ogen ook dicht gedaan. En Gret? Ja? Je hebt altijd nog een oma in je hoofd. En in je poesiealbum. Eerste pagina. Je ziet er mooi uit. Welke maat heb je ook weer? 37. Want eigenlijk moeten daar lakschoenen bij. Ja, eigenlijk wel, hè. Om het helemaal af te maken. Dan lopen we eerst nog even langs mijn huis. Dan krijg je de mijnissen. De jouwe, ze? Oh, dat vind ik lief. Ja. Het is allemaal al erg genoeg. Hou maar even, hoor. Je bent mijn beste vriendin. Ik heb wat voor je. Oh, schitterend mooi. We moeten voortmaken. Ze ruiken heerlijk. Waar heb je die weg? Ja? Waar heb je die weg? Die heb ik bij je oma uit de tuin geknipt. Daar.